Universiteit van Nederland. Heb je wel eens dat gevoel gehad op vakantie of bij het zien van een reisfoto op internet... ...dat een bestemming aandoet als buitenaards? Ruige landschappen, geen planten en uitgestrekte panorama's... ...die je doen wegdromen naar een andere planeet. Nou, de realiteit is dat misschien dat gevoel veel dichter bij de waarheid zit dan je door zal hebben... ...want veel van die plekken op aarde, die lijken soms ook echt op plekken die we op andere planeten aantreffen. Dit is Sebastian de Vet van de TU Delft. Hij is planeetonderzoeker en weet alles van buitenaardse landschappen. Landschappen die ook jij kunt bezoeken zonder een space shuttle in te stappen. Gewoon op aarde. Je kan namelijk je eigen vakantie, je zomervakantie, je herfstvakantie, kan je zo plannen, zo boeken, dat ook jij zelf naar een plek kan waar je even op een andere planeet kan wanen. Even tussen de kraters of tussen de vulkanen die we op de maan of op Mars aantreffen. In deze aflevering neemt Sebastiaan jou mee op roadtrip. Roadtrip? Yeah! Naar stukjes heelal op aarde. We trekken in de podcast langs landschappen op onze wereld... die ontzettend veel lijken op outer space. Sebastiaan noemt het planeetplekken. En die zijn niet alleen leuk voor onze roadtrip... maar ook cruciaal voor onze planeetonderzoekers. De moeilijkheid in het planeetonderzoek is natuurlijk... dat we niet elke dag ergens naartoe kunnen... Um, he, een, een satelliet die vliegt in enkele maanden tijd naar Mars toe. Uh, je moet maar net het geluk hebben dat je met een karretje ergens naartoe kan rijden om daadwerkelijk een meting te doen. En daarom kunnen we in het planeetonderzoek soms ook dankbaar gebruik maken van ja, planeetplekken op aarde. Dus eigenlijk plekken die lijken op wat we uh, bijvoorbeeld op Mars zien. En dat zijn plekken die dezelfde samenstelling hebben, dezelfde vorm hebben, die op dezelfde manier gemaakt zijn. Nou, en Dat soort plekken die zijn een analogie voor een bepaald proces of voor een bepaald kenmerk. En dat is eigenlijk een manier hoe we ja, die overeenkomsten in ons voordeel kunnen gebruiken om ja, iets meer informatie te onttrekken, te ontfrutselen aan dat landschap wat we op Mars ja, eens in de zoveel tijd met een camera kunnen vastleggen of met een karretje kunnen onderzoeken. De eerste stop van onze planeetplekken Roadtrip is ongeveer zeven uurtjes rijden vanaf midden-Nederland. We gaan naar Zuid-Duitsland. Daar heb je het dorpje Nurtlingen, een prachtig bijersdorpje. En dat ligt in een inslagkrater. Dat is een inslagkrater, de Nurtlingen-Ries-inslagkrater. En die is ongeveer 26 kilometer in doorsnee. En die inslagkrater is gevormd doordat er een heel groot brokstuk is ingeslagen. Nou, midden in dat dorpje, daar staat een, een kerktoren. Een toren die is opgetrokken uit een bepaald soort gesteente. Het was pas in de jaren 60 dat onderzoekers ontdekten: van... hé, hey, dat gesteente is geen vulkanisch gesteente. Daar zagen ze kenmerken in die. Ja, Hun in ieder geval op het spoor zetten van ja, dit is gesteente wat gevormd is door een kosmische inslag. Er zijn bijvoorbeeld kleine kwartskristalletjes gevonden die geschokt zijn. Nou, dat geschokte kristal, dat kwarts, dat ontstaat eigenlijk doordat er een hele harde, hele krachtige schokgolf van die inslag ja, door de ondergrond beweegt. En dat is iets wat alleen maar kan bij een gebeurtenis waar heel veel energie bij vrijkomt. En, en dat kan dan dus een, een inslag zijn. Nou, het mooie is, je kan vandaag de dag die kerktoren helemaal naar de top beklimmen. En als je dan rondkijkt, dan zie je heel mooi dat stadshart van Nurtlingen. En daar zie je heel mooi de, de oude stadsmuur. En die stadsmuur, die omgrenst eigenlijk een, een stadshart wat ongeveer zo groot is als het voorwerp wat daar is ingeslagen. En als je dan je blik verlegt naar de horizon, dan zie je dat daar ook een wat hogere rand in het landschap te zien is. En die hogere rand, dat is de inslagkraterrand. Dus je kan op zo'n manier eigenlijk heel mooi zien, hè, op, op de toren die opgebouwd is uit gesteente wat gevormd is door een inslag, van hoe groot dat voorwerp was en uiteindelijk hè, het litteken, de inslagkrater die in het landschap is achtergebleven. Nou, dit soort Plekken op aarde, als we het hebben over dit soort inslagkraters. Ja, die geven natuurlijk een heel mooi kijkje in ja, echt een soort van kosmische dynamiek van brokstukken die inslaan. En in de tijd dat de Apollo-astronauten getraind werden om naar de maan te, te reizen, ja moesten natuurlijk een idee hebben van ja, waar belanden we in hemelsnaam. En ja, de beste manier om dat te doen, is door hier op aarde te kijken. Of, ja, zijn er nou plekken op aarde die lijken op wat we elders in het zonnestelsel zien. Zo'n inslagkrater als Nurtling is daar een heel mooi voorbeeld van. Want de manier waarop de inslagkrater is gevormd. is eigenlijk dezelfde manier waarop dat gebeurt. als wanneer je op de maan bent. Dus als je een idee hebt van het soort gesteente wat je daar aantreft. waar je op moet letten, dan kun je dus op zo'n manier astronauten trainen. in hedendaagse landschappen hier op Aarde. Nu nog trainen astronauten in dit pittoreske dorpje. voor reizen naar de maan. Een ander hemellichaam dat je goed kunt bestuderen hier op Aarde. en tijdens onze roadtrip is Mars. Nou, als we naar Mars kijken, dan zien we eigenlijk vooral een planeet die eigenlijk heel erg lijkt op onze aarde. We zien daar voorbeelden van rivieren die er gestroomd hebben, van gletsjers, de grootste vulkanen van het zonnestelsel treffen daar aan. En we zien eigenlijk dat op het moment dat hier op aarde het leven ontstond, dat Mars op dat moment min of meer identiek was. Dus dat, dat, dat roept natuurlijk de vraag op. En dat is ook de reden waarom er zoveel aandacht is in het planeetonderzoek voor leven op Mars. En al die vraagstukken naar water en dat soort dingen. Ja, het is niet omdat het een leuk. Ja, leuk onderwerp is. Dat is omdat hij echt een, een wetenschappelijke meerwaarde achter zit. Omdat we zien: van hé, hey, de kaarten waren goed voor de Aarde meer dan een paar miljard jaar geleden. Mars had blijkbaar vergelijkbare kaarten. Maar Mars vandaag de dag is een gorddroge woestijnplaneet. Er is daar echt iets heel anders gebeurd qua ontwikkeling dan, dan hier op Aarde. En op zo'n manier proberen we dus een idee te krijgen in het planeetonderzoek: van ja, waarom is dat verschil daar ontstaan? Zo komen we aan bij de tweede bestemming van onze roadtrip: een stukje Mars op Aarde. IJsland. Als je bijvoorbeeld uh, op IJsland bent, heb je daar het mooie voordeel dat je daar in een landschap kan rondreizen wat ja, misschien nog wel echt een beetje een bijna onontgonnen wildernis is in Europa, omdat je daar echt de rauwe geologische processen nog in het landschap ziet werken. En een van de mooie plekken waar je naartoe kan, waar je eigenlijk als toerist heel makkelijk kan langsrijden, uh, je parkeert je auto bij spreken net naast het object waar je naar wilt kijken, dat is aan de zuidkust bijvoorbeeld bij Viek, waar je waanzinnige basaltkolommen ziet. Die bezatkolommen, dat zijn eigenlijk, ja, als je een vulkaanuitbarsting hebt en die vulkaan die braakt als het ware zijn lava uit, dan kan die laag met lava die kan afkoelen. En bij dat afkoelen ontstaan er als het ware een soort van krimpscheuren, die als je daar van bovenaf op kijkt, ja, een soort van zeshoekige kolommen maakt. En nou is het mooie dat. Een aantal jaren geleden zijn er dus ook foto's genomen door een satelliet bij Mars, waarbij we een beetje ja, onder een hoek in de rand van een inslagkrater konden kijken. En daar heeft die inslagkrater, als het ware, een aantal lagen blootgelegd. Die camera's die we vandaag de dag op die satelliet hebben, die zijn zo goed dat we daar in die lagen onder meer verticale streepjes zien zitten. En dat zijn bijna exact dezelfde verticale streepjes die we op IJsland zien. Als we daarop inzoomen op die foto's, dan zien we daar ook weer die kolommen terug. Daar zien we dus basaltkolommen die in een lavavlakte zitten. En ja, die basaltkolommen die we daar zien. En het feit dat we die dus op IJsland, hè, dat je daarop kan klimmen, dat je ze kan aanraken, dat je er tussendoor kan lopen, er overheen, noem maar op. Ja, dat is eigenlijk een heel mooi stukje inspiratie, waarbij je direct ziet van ja, wat hier gebeurd is in IJsland, heeft dus ook op Mars plaatsgevonden. Door naar bestemming drie van onze reis: ongeveer acht uur rijden vanaf Fiek naar het noorden bij het Mevattemere. En daar vinden we hele mooie voorbeelden van zogenaamde plofkraters. Daar zien we dus hoe ja, een lavastroom in een meer is gestroomd en door andere drassen gebieden en dus van dat soort kraters heeft gemaakt. Vulkaankraters, die ontstaan ook wanneer er een, hè, een, een lavastroom over het oppervlak van, van Mars uitvloeit. Alleen ze ontstaan doordat er waarschijnlijk water aanwezig is geweest. Dus we zien daar eigenlijk het ontstaan van stoom, wat ja, stoomexplosies veroorzaakt in die lavastroom, waardoor er dus van dat soort ja, kratersje worden gevormd. Dat landschap en met name die parallellen... Ja, die geven dus op zo'n manier het inzicht in het feit van... hé, hey, toen die vulkaan op, op Mars uitbarstte... was er dus water aanwezig. En die ingrediënten, die combinatie van warmte en water... is natuurlijk iets wat in de context van leven... eigenlijk een, een heel belangrijke randvoorwaarde is. Want mede door die combinatie van warmte en water... kon er leven ontstaan op aarde. En Mars had dus diezelfde belangrijke elementen. Zou daar dan ook leven moeten zijn. Voor antwoord op die vraag reizen we door naar locatie 4 van onze trip. Het Andesgebergte in Chili. Dames en heren, we zijn in El Tatio. En El Tatio is eigenlijk het hoogst gelegen een gijzer gebied, een heet waterbronnengebied ter wereld waar je zo'n beetje naartoe kan. En het mooie is dat dit een plek is die ook door astrobiologen een beetje wordt gezien als een hele mooie analogie voor dat oppervlak van Mars. Is, omdat het zo hoog ligt, ja, veel meer invloed van de zon, de zonnestraling, het is wat eiler. Nou is het mooie dat. Ja, als we op een gegeven moment kijken naar het oppervlak van Mars, dan zien we dat bijvoorbeeld die Marskarretjes daar allerlei soorten gesteenten tegenkomen. Nou, een van die karretjes die heeft rondgereden, die heeft in een gebied rondgereden waar we ja, een soort van wit poeder aantroffen en, en ook een soort van ja, bloemkoolachtige structuur in het gesteente. En daaruit is het af te leiden dat dat gebied waar dat karretje rondgeeft waarschijnlijk ook een soort hete bronnengebied was, zoals, zoals El Tatio. En nou is het grappige en, en eigenlijk het waanzinnig interessante... dat als we naar El gaan kijken... dan zien we dat daar, met name in die heetwaterkanaaltjes... waar dus hè, water rondstroomt van rond de 100 graden... dat daar ook van dat soort ja, bloemkoolachtige, knobbelige stenen voorkomen. Maar die zijn daar gevormd in combinatie met bacteriën, met micro-organismen. En die structuren die zagen we dus ook op Mars. Dus een team onderzoekers heeft eigenlijk die, die parallel daar vooral benut... om te zeggen van, hé, hey, luister, als wij op Mars echt willen zoeken naar, naar sporen van leven... Dan, dan moeten we dat niet alleen doen met... Ja, die hele uh, complexe analytische technieken... die we op Marskarretje kunnen meenemen. Maar soms moet je ook gewoon naar de stenen kijken. En dat wil niet zeggen dat deze plek... die uh, het Marskarretje heeft onderzocht... dat dat ook een plek is... waardoor die knobbelige structuur ook door uh, bacteriën... door leven is ontstaan. Maar het laat zien dat eigenlijk die, uh, die, die aanwijzingen... waar we voor uh, op ons hoede moeten zijn... als we daar, daar op zoek zijn... dat die soms... Ja, veel duidelijker kunnen zijn of een veel grotere structuur kunnen hebben. Zoals bijvoorbeeld die bloemkoolachtige knobbelige structuurtjes die we daar in, in Chili zien. Ja, dat die daar eigenlijk echt gewoon in het zicht kunnen, kunnen liggen. Nou, dat soort inzichten, hè, dat soort analogieën die we dus daar kunnen vinden, die helpen ons ook om te begrijpen van ja, wat heb je nou echt nodig om leven te kunnen laten ontstaan, maar ook leven te laten gedijen. En El Tatio is daar wel een heel mooi voorbeeld van, omdat je daar dus op die manier ja, dat soort uh, vergelijkbare processen in werking kan zien. Voor onze volgende bestemming blijven we in het Chileense Andesgebergte. We klimmen naar hoge, koude bergtoppen en bezichtigen een bijzondere sneeuwformatie: de Penitentes of boetelingen in het Nederlands. En dat zijn eigenlijk hele ja, merkwaardige, bijzondere structuren die in uh, sneeuwlagen ontstaan. En die vind je met name eigenlijk hoog in, in de Andes, dus echt boven de 4000, uh, bijna 5000 meter. En die ontstaan doordat het zonlicht daar ja, de sneeuwlaag als het ware langzaamaan laat wegdampen en, en, en daardoor een aantal soort van bijna puntige... Ja, uh, uh, sneeuwpieken, als het ware, vormt. Nou, die penitentesboetelingen, dat zijn nou, typisch van dat soort structuren. Die ontstaan hoog in de bergen, ijle lucht, heel klein beetje een tochtje wat er overheen staat qua wind. Ja, en die, die vorming, die is. Ja, door verschillende onderzoekers al lang en breed onderzocht. Er zijn experimenten meegedaan in het lab. En op heel veel manieren weten we eigenlijk hoe die gevormd worden. En dan nou is het leuke dat wanneer je bijvoorbeeld met een satelliet echt naar de, de verste uithoeken van ons zonnestelsel gaat. En we hebben een satelliet gehad die dat heeft gedaan. Dat is de New Horizons satelliet. Die is rakelings langs Pluto gevlogen. En die heeft daar een heel mooi stuk van Pluto gefotografeerd. Dat noemen we Tartarus Dorsa. En daar zien we ook een heel erg stekelige structuur in het landschap. Nou, daar hebben onderzoekers lange tijd hun, hun, hun hersens over gebroken... ja, wat zou dit in hemelsnaam kunnen zijn. En uiteindelijk zijn ze erop terechtgekomen... dat ja, die structuur daar in het landschap... dat het waarschijnlijk penitentes zijn... maar niet ontstaan in een ijslandschap, in, in sneeuw... maar in methaaneis. Dus de natuurkundige wetmatigheden... waarmee die penitentes hè, hoog in de andes ontstaan... en daar kan je naartoe lopen... maar als je daar dan tussen staat, tussen die penitentes... en je realiseert je... Hey, de natuurkundige processen waarmee dit sneeuwlandschap ontstaat. Dat is bijna exact dezelfde natuurkunde, maar met een paar andere ingrediënten, als waarmee die penitentes op Pluto ontstaan. Planeetonderzoek is geen ver van je bed show. Zoals je misschien nu zal hebben meegekregen. Want jij zelf kan je volgende stappen tijdens je vakantie wellicht zetten op, het, uh, ja, op een planeetplek hier op Aarde. En ik wens je heel veel plezier in je volgende avontuur ergens in dit zonnestelsel. Dankjewel, Sebastian, voor deze roadtrip door het Aardse Universum. Of was het nou juist de universele aarde? De reisleiding hoopt in ieder geval dat je genoten hebt van je tripje. En we hopen je nog eens te ontvangen. Dus uh, tot de volgende.